Sport is goed voor ons. Het is gezond, brengt mensen bij elkaar. Sport betekent voor mij energie kwijt kunnen. Je kan er vrienden mee maken en je kan ook je emoties eruit laten. Sport betekent voor mij het leven. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Nederlanders. Het Sportakkoord is van de Rijksoverheid met alle partners in sport en bewegen. Dus alle gemeenten, alle sportbonden, alle verenigingen, alle particuliere sportaanbieders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In het Sportakkoord zijn concrete afspraken gemaakt rondom ambities. De belangrijkste is inclusieve sport en bewegen. Daar bedoelen we mee dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sport en bewegen. Hiervoor zijn goede sportvoorzieningen nodig en een openbare ruimte die uitdaagt tot bewegen. Het gaat hierbij niet alleen om de sporthallen, zwembaden en clubhuizen, maar ook om het stadspark en het trapveldje in de wijk. We investeren dus in een duurzame sportinfrastructuur. Nederlanders sporten graag op het moment dat het een uitkomt, maar doen dat niet uitsluitend meer bij verenigingen. Dat kan ook bij particuliere sportaanbieders of ongeorganiseerd buiten, in de natuur. Met het Sportakkoord willen we verenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen versterken. Vitale aanbieders, dus ondernemend, goed georganiseerd, in staat tot samenwerken. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid achteruit gaat. Sporten en bewegen moet daarom een vast onderdeel worden van het dagelijks leven van kinderen. Zo komt de motorische vaardigheid en lol in bewegen weer terug. Samen plezier beleven, dat is waar sport en bewegen in de kern om draait. De grote maatschappelijke meerwaarde die het in zich draagt, dat willen we benadrukken. De positieve sportcultuur, daar willen we heen. Met acties doen we dat gericht op sportbestuurders, trainers, coaches, maar ook op ouders. Met de ondertekening van dit akkoord komt er nog een ambitie bij en die luidt: topsport die inspireert. We hebben 5 afspraken gemaakt over onderwerpen die we willen uitwerken. Dat gaan we de komende maanden doen. 5 thema's pakken we nu op en volgend jaar het thema inspirerende topsport. Als de nieuwe Olympische cyclus start, dan wil ik ook dat thema gaan uitwerken. En ook op daar geldt, we willen de resultaten monitoren. Het moet van het papier af, het moet de regio in, het moet mensen in beweging zetten. Sport verenigt Nederland en Nederland verenigt zich in dit sportakkoord.